Rijker, 0-0 tegen Dierende Dordrecht. Had je zeker niet verwacht? Ja, dit was niet wat we allemaal hadden verwacht, denk ik. Ik denk dat, dat iedereen uit was gaan van de overwinning. En dat was ook mogelijk, maar ik denk dat we het onszelf heel lastig hebben gemaakt vandaag. Dus ja, je kunt ook niemand anders de schuld geven dan jezelf. Nee, dat had niemand verwacht. Nee, voordat we hier naartoe kwamen, dan je verwacht niet dat het na 90 minuten 0-0 is. Nee, absoluut niet. Ja, waar ging het mis vanmiddag? Nou, ik denk dat het gewoon begon met keihard werken. Ik zei, ze speelden gewoon 1-1, ze gingen overal volle bak door. En dan moet je gewoon je persoonlijke duels winnen. En dat hebben we eigenlijk te weinig gedaan, zeker de eerste helft. En ja, en eigenlijk creëer je nog wel aardig wat kansen. Je moet gewoon 1-2 zeker maken. Dan maak je jezelf een stuk makkelijker. Maar ja, aan de andere kant, ja, dan moet je niet over gaan zeuren. Als je bij Dordrecht niet weet te winnen, dan kun je dat alleen maar jezelf verwijten. Nou, vooral de eerste helft, hoe wij beginnen. Je ziet meteen, hè, Dordrecht, die stapt overal door. En dan is het 1-1. En dan moet je lang spelen, want dan is het 1-1. En dan wordt daarna gevecht. En dat gevecht hebben wij de eerste helft absoluut niet gewonnen. En dan is het heel lastig om van daaruit door te voetballen. En dan is 0-0. En ik zag wel tweede helft, na zo'n 65 minuten, de ruimtes echt wel groter werden voor hun op middenveld. Was voor hun niet meer te belopen. Dus wij pakken daar vanuit die lange bal wel heel veel tweede ballen dan. En dan ging die bal naar de zijkant. En dan was of de voorzet was niet goed. En als de voorzet wel goed was, dan die kansen die we gekregen hebben, die hadden we ook moeten benutten. Maar ja, het was niet een hele goede wedstrijd van onze kant. Nee, absoluut niet. Nee. Dit is wel zuur puntverlies om de strijd om de achterplaats. Ja, dat zeker. Ik denk als je vandaag wint en je hebt een beetje geluk met de uitslag van Groningen tegen Feyenoord, ja, dan ben je er weer helemaal bij. Dus ja, dan heb je eigenlijk alles weer in eigen hand. En dan kun je er vol voor gaan. Maar ja, nu ben je heel erg afhankelijk. Ja, en dan wordt het gewoon een heel lastig verhaal. Dus misschien is het na vandaag wel duidelijk dat we ons daar niet eens mee bezig mee hoeven te houden. En dan komen er nog twee wedstrijden aan. Ajax en Willem II. Hoe ga je daarop voorbereiden? Ja, wat ik zei. Het is natuurlijk afhankelijk van vanmiddag en van de bekerfinale volgende week. Ja, en misschien moet je wel heel reëel zijn dat je dan eigenlijk al geen kans maakt op die achterplaats. Ja, dan probeer je gewoon in het linkerrijtje te eindigen. En dan probeer je die laatste twee wedstrijden zo goed mogelijk te eindigen. Maar goed, ja, zolang het officieel nog mogelijk is, ja, moet je er denk ik met z'n allen vol voor gaan. En dat gaan we nog doen.